Welkom bij Pakhuis de Zwijger en welkom bij het derde deel van ons pensioendrieluik. We hebben het hier over pensioenen, over het nieuwe stelsel. Want als het goed is, krijgen wij over 5 jaar een nieuw pensioenstelsel. Vandaar dat ik dacht, ik trek een feestelijk jasje aan. Maar de vraag hier het komende uur is het wel zo feestelijk? Want wordt dat nieuwe stelsel duurzamer? Wordt het eerlijker? Zien we nog steeds zo'n groot verschil tussen man en vrouw in het pensioen dat zij krijgen en tussen jong en oud? Wie zal het zeggen? Daar heb ik het over met mijn gasten van vandaag. Dat zijn Laurie Kos, zij is initiatiefnemer van Groen Pensioen. Nikki Trip, betrokken jongeren. Natasja van der Zwan, zij komt tot ons via Zoom. Assistant Professor Public Administration van de Universiteit Leiden. Hallo. Xander den Uyl, bestuurder en toezichthouder pensioensector bij het pensioenfonds ABP. Dat is het pensioenfonds voor onderwijzers en ambtenaren. En hier ook aan tafel Jopie Noren, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Van harte welkom. Dank je. En Jopie, ik mag tutoyeren trouwens, heb ik aan jullie allemaal gevraagd. Dank daarvoor. En jij zei net tegen mij, ja, let wel, ik ben het pas 5 weken. Hè? Dus dan weet de kijker dat nu ook. Kersverse bestuursvoorzitter. Zeker, ja. Met veel plezier. Nu al met veel plezier? Ja. Dat wel. Nou, omdat het een hele inspirerende organisatie is die midden in de Amsterdamse samenleving staat. En niks is leuker als je bij mag dragen dan mensen hun talenten kunnen benutten. En dat is de rol van een hogeschool. Oké. Okay. Ik dacht, we beginnen even met een rondje met de vraag, wanneer raakten jullie geïnteresseerd in het onderwerp pensioen, Laurie? Ja. Nou, dat was ongeveer 5 jaar geleden. Ik werkte destijds in een ziekenhuis in Amsterdam. En ik was heel erg bezig met hoe ik de afdeling kon verduurzamen. En toen verzuchtte een verpleegkundige tegen mij, goh, Laurie, weet je wel eigenlijk waar ons pensioenfonds in belegt? Nou, ik bouwde net mijn eerste euro's op. Dus ik dacht, pensioenfonds, wat een saai, stof onderwerp. Maar toen ben ik me er eens in gaan verdiepen. En toen zag ik wat een serieuze geldmacht een pensioenfonds eigenlijk is. En toen dacht ik, wauw, deze beleggers hebben echt de mogelijkheid om een transitie teweeg te brengen. Zeker op het gebied van duurzaamheid. Zo optimistisch was je meteen. Ja, zeker. Ja, dus dat heeft me meteen gegrepen en niet meer losgelaten. En ja. Toen heb je Groen Pensioen opgericht? Ja, vorig jaar heb ik Groen Pensioen opgericht. En wat is dat? Nou, wij zijn een beweging van pensioendeelnemers en wij willen echt verandering teweeg brengen. En voornamelijk verandering in de keuzes die onze pensioenfondsen nu maken met ons pensioengeld, waar wij het nu niet mee eens zijn. En we hopen pensioendeelnemers zoveel mogelijk te informeren, dat je best kan uitzoeken waar je pensioenfonds in belegt. Maar ook te activeren om te laten zien van nou, spreek je uit naar je pensioenfonds. Ga met elkaar in gesprek. En bespreek ook wat zijn de beleggingen waar je graag zou in willen dat je pensioenfonds in belegt. Maar wat zijn beleggingen waarvan je denkt, nee, dat wil ik absoluut niet. Die zijn okay. Helaas ook. Daar komen we zo nog verder over te spreken. Natasja, sinds wanneer hou jij je bezig met pensioenen en hoe kwam dat zo? Ja, ik hou me eigenlijk, ik moet heel even snel rekenen. Ik denk 1 jaar of 12 al bezig met pensioenen. En dat kwam eigenlijk omdat ik in 2007, 2008 in een opleiding deed in New York. Ik was daar bezig met mijn promotieonderzoek. En ik zat daar dus precies in tijden van de financiële crisis. Toen eigenlijk alles in het honderd liep in de financiële sector. En ik hield me op dat moment al bezig met arbeidsvoorwaarden. En juist door die crisis realiseerde ik me dat er nog een heel andere kant zit. Bijvoorbeeld aan een arbeidsvoorwaarde als pensioen. Namelijk het beleggingsvraagstuk. En ik werd daar toen meteen door gegrepen. Ik dacht, dat is wel interessant. Dat we dus eigenlijk een sociale voorziening hebben. Die ook nog eens heel erg sterk afhankelijk is van wat de financiële markten doen. Ik vind het ook leuk dat je er echt heel vrolijk bij kijkt. Je vindt het echt interessant. Ik vind het echt interessant, ja. Voor mij is pensioen zeker geen stoffig onderwerp. Oké. Okay. En Nikki, van jou weet ik het al een beetje, want ik sprak je van tevoren. Jij bent eigenlijk heel toevallig hier ingerold, hè? Zeker, zeker. Een docent besloot ons mee te nemen naar een debat op de Universiteit van Maastricht. Tussen de Universiteit van Maastricht en ABP. Dat ging ook over duurzaamheid. En, maar heel even, jouw docent zei, we gaan naar een debat over pensioenen? Ja. Nou, nee, eigenlijk zei hij, we gaan naar een leuk debat over duurzaamheid. En ik denk dat het maar goed is dat hij niet heeft gezegd dat het inderdaad over pensioen ging. Want ik weet niet of iedereen mee was gegaan. Dat weet ik van mezelf ook niet. Maar daar eenmaal aangekomen dacht ik, nou, wat heeft pensioenen, hè? Want ik bouw ook zelf nog geen pensioen op. Ik ben echt de toekomstige generatie.
Maar daar hoorde ik zoveel dingen over hoeveel pensioenfondsen eigenlijk zouden kunnen bereiken met hun investeringen. Hoe bijvoorbeeld dat er bijna niemand jong was die bij dat debat aanwezig was. Dat ik dacht, nou, dit zou jongeren toch ook moeten interesseren. Of die zou dit hier zich ook boos over moeten maken of in ieder geval iets mee willen. En uiteindelijk ben ik er ook soort van toevallig op afgestudeerd. Heb ik er een onderzoek over mogen schrijven. Heb ik heel veel mensen in de sector mogen spreken. En nu ben ik ook niet meer van plan het los te laten. En wil ik echt de jongerenstem vertegenwoordigen in de sector. Ja, en je wilde graag hier zitten als onafhankelijk jongere. Dus je wil aangeven dat je geen achterban hebt. Nee, tenminste. Nee, alle jongeren zou ik een stem willen geven. En ik zou ook heel graag zien dat het de hele sector wat democratischer wordt. En ook op die manier democratischer omgaat met hun deelnemers. En ook speciaal met hun jongere deelnemers. Oké, nou, dat debat ging dus, was met het ABP. Xander, was jij daar toevallig ook in Maastricht? Op dat moment niet, nee. Nee. Kom wel in Maastricht, maar toen niet, denk ik. Oké. En jij houdt je al heel lang bezig met pensioenen. Wat was het eerste moment? Kan je dat nog herinneren? Jawel, ik ruim 40 jaar geleden, sorry dat ik het moet zeggen, kwam ik in dienst van de overheidsvakbeweging, de FNV. En daar was als beleidsmedewerker en er was pensioenen een belangrijk item, omdat het ABP. Was daar heel belangrijk. Het gezegde was toen, je hebt als ambtenaar een karig loon, maar je hebt een goed pensioen. Dat was ook wel een beetje waar. Dus daar heb ik me vanaf dat moment mee bezig gehouden. Want 40 jaar. En hoe kan dat? Nou, kijk, ik heb eerst bij De bond heel lang inhoudelijk bezig gehouden met de pensioenen en de ingewikkeldheid. Het ging echt over de aansprakenkanten. De beleggingskant, dat kwam eigenlijk pas na de verzelfstandiging van het ABP. Want tot dat moment moest het ABP 90% van zijn beleggingen in overheidsobligaties beleggen. En 10% kon in met name onroerend goed. En pas na die verzelfstandiging, ja, toen kwam er ook echt een beleggingsportefeuille. Hoe kan je daar 40 jaar mee bezig houden? Nou, heel lang als beleidsmedewerker vanuit de bond en daarna als bestuurder van een pensioenfonds. Ik zeg altijd, ik ben sinds 1993 constant bestuurder van een of ander pensioenfonds geweest. Niet helemaal waar, maar wel ongeveer. Dus het klinkt ook mooi. Okay. Niet alleen van ABP, overigens, maar ook van andere pensioenfondsen. Oké, nou, er komen natuurlijk al wat termen voorbij. Het is denk ik goed voor de kijker om even inderdaad het onderscheid te maken. We hebben het hier niet over de AOW die je krijgt van de overheid. Die is voor iedereen hetzelfde. Het gaat hier over het pensioen dat je opbouwt met je werk. En Jopie, je zit dus 5 weken bij de Hogeschool van Amsterdam. En en passant zei je ook even, ja, ik heb nog niet zoveel met pensioenen. Want wat had jij tot nu toe met pensioen? Terug, want jouw vraag was, wanneer heb je het eerste druk gemaakt over pensioen? Dat was toen ik werkte in de zorg als 21-jarige. Oh. Want toen bouwde je eerst niet op tot een bepaalde leeftijd. En daarna is er een rechtspraak geweest, kon je nog terughalen. Jij zit te knikken, hè? En dat bij zorg en welzijn. En toen kon je wel opbouwen. Toen stapte ik over naar de universiteit. En dan moest je dat vond ik erg ingewikkeld, moest je pensioen over gaan sluizen of niet. En vervolgens kreeg je een discussie over, moet je je bij gaan verzekeren? En ik heb bij Zorgverzekeraars Nederland gewerkt, hadden we een discussie over, wat is nou het houdbaarste sociale stelsel? Hè? Want het is eigenlijk ook een heel sociaal stelsel, dat we met elkaar geld bij elkaar leggen, zodat als we oud zijn, en we in ieder geval in de sector, want het zijn vaak sectorpensioenen, zorgen dat iedereen een fatsoenlijk inkomen heeft. Toen is het stelsel veranderd van een eindloon naar een middenloonstelsel. Dan zit ik ongeveer in de 90 jaren. Dus het is misschien helemaal niet waar dat ik me niet druk heb gemaakt over het pensioen. En vervolgens heb ik me als directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland druk gemaakt over de salarissen van de pensioenfondsen. Want ik dacht, mijn medewerkers in de zorg werken heel hard. Want krijgen helemaal niet veel pensioen. Er zijn vaak vrouwen die ongeveer 6.000 euro, misschien is het inmiddels wat meer, pensioen opbouwen per jaar. En toen dacht ik, hoe passen die salarissen die die bestuurders krijgen in verhouding tot wat de medewerkers in de zorg sparen?
De laatste jaren, ik ben ook Eerste Kamerlid geweest voordat ik bij de Hogeschool van Amsterdam was, ging het ook wel over de houdbaarheid van het pensioenstelsel natuurlijk en de indexering en of dat wel en niet moest. Nou ja, toen wat net ook werd gezegd, de beleggingen minder worden. En de laatste jaren gaat het natuurlijk over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Ja, want inderdaad, zoals ik in het begin zei, over 5 jaar, als het goed is, komt er een nieuw stelsel. Misschien. Moet het ingevoerd zijn. In 2026 moet het ingevoerd zijn. Ja, oké. We weten hoe sommige dingen hier soms kunnen gaan. Maar laten we daarvan uitgaan. En op die ronde die je hebt gemaakt langs al die mensen die heel veel weten van het huidige stelsel. Mm-hmm. Wat viel je daarop? Dat je echt wel een beetje een oude garde hebt die ook best wel oké is om een oude garde te zijn. En dus bijvoorbeeld wat minder bezig is met duurzaamheid, wat minder die verjonging wil. En je hebt een groep die daar veel meer mee bezig is en echt ook wel zoiets heeft van ja, ik ben nu aan de macht. Maar ik vind dat echt prima om dat straks door te geven en daar ben ik ook helemaal voor en dat wil ik heel graag doen. En ik wil ook jongeren betrekken bij de implementatie van dat nieuwe stelsel straks. Dus je ziet best wel een tweedeling. En als je dat zo zegt, ik wil jongeren betrekken bij de implementatie van het nieuwe stelsel. Als ik nu jongeren zou zijn en ik zou kijken, zou denken wat? En dan? Wat ga ik dan doen? Ja, nee, dus dan hebben we het niet per se over alle jongere deelnemers, maar dan hebben we het meer over jongeren die zich wel interesseren voor pensioenen, want dat zijn er niet heel veel, maar ze zijn er echt. En ze zijn allemaal vrouwen, blijkt. Nou, hier gelukkig wel, dus dat is heel leuk om te zien. Maar er is echt wel een groep jongeren die zich interesseert voor pensioen en daar wat over te zeggen heeft en ook hun generatie daar wil vertegenwoordigen. En die willen heel graag meedenken over hoe dat geïmplementeerd moet worden, hoe we de solidariteit behouden en wat voor waarde de collectiviteit eigenlijk heeft. Die willen dat daar echt wel over meedenken en hoe we dat kunnen implementeren. Want jij wil die jongeren aan de tafels krijgen waar de beslissingen genomen gaan worden. Heel graag, ja. Want dat is bijvoorbeeld wel gebeurd bij het pensioenakkoord. Mochten jongeren wel meedenken, heel minimaal en ook samen met de ouderen in één groep. Maar daarna bij de uitwerking van het pensioenakkoord zijn ze niet uitgenodigd. Waarom niet? Minister Koolmees vond het wel genoeg geweest met die inspraak en zegt het is makkelijk om uit te werken met wat minder mensen. En dan zijn altijd de eerste mensen die afvallen de jongeren. Want die hebben niet heel veel rechten en niet een eigen plek in besturen ook. Maar jongeren hadden daar heel graag over mee willen denken. En ook in besturen van fondsen zou het heel mooi zijn als jongeren daar wel in mee kunnen denken. Is dit iets, Sander, jij vertegenwoordigt de gepensioneerden. Ja. Herken jij dit, dat je zegt, ja, inderdaad, als er dan iemand afvalt, dan zijn dat wel de jongeren, ja? Nou, dit laat ik graag aan Koolmees, dit traject. Kijk, het is terecht dat jongeren, net als andere deelnemers, zich willen bemoeien met wat er gebeurt nou in die pensioenfondsen. Het zijn ook hun belangen die daar moeten worden meegewogen. Vind ik terecht. Kijk, er is een aanbeveling van de pensioenfederatie om te zeggen, in ieder pensioenfondsbestuur moet ook iemand beneden de 40. In pensioentermen is dat jong, hè? Mm-hmm. Dus, en nou, je ziet dat veel fondsen hun best doen om dat wel te realiseren. Lukt niet altijd. Omdat er gewoon geen kandidaten worden gedragen. Maar er zijn ook trajecten van aspirantbestuurders die de mogelijkheid krijgen om gewoon een jaar mee te lopen. Bij ABP hebben we dat gedaan. Iemand relatief jong, in de een dertiger, om gewoon dan eigenlijk als deskundig pensioenfondsbestuurder verder te kunnen gaan in een ander fonds. Dus er gebeurt wel het nodige. Of het genoeg is, dat vraag ik me een beetje af. Ja, dat vragen we ons hier inderdaad ook af. Laurie, over duurzaamheid. Hoe duurzaam is het huidige systeem? Dat is natuurlijk een beetje een grote vraag. Maar ik bedoel, wat is jouw idee daarbij? Nou, als ik dan focus op het type beleggingen, dan kan er nog echt heel veel gebeuren. De pensioenfondsen zijn begonnen met duurzaam investeren. Maar als je kijkt naar hoeveel ze nog steeds in vervuilende bedrijven zitten, dan is er echt nog een enorme slag te slaan. En dan hebben we het echt over miljarden. Er gaan echt nog miljarden. In 2019 was het 17,5 miljard ongeveer vanuit het ABP-pensioenfonds, wat nog naar fossiele bedrijven gaat. En dat investeer je dan in die bedrijven, maar daarmee legitimeer je ook weer uitbreidingsmogelijkheden.
En dat moet echt stoppen. Er is een enorme klimaaturgentie nu. Dus wij roepen pensioenfondsen echt op om die fossiele beleggingen af te bouwen. En meer te kijken naar hoe je dat kapitaal in duurzame bedrijven kan inzetten. En ook duurzame bedrijven het vertrouwen geven dat er een nieuwe duurzame markt aangeboord kan worden. Dat kan nu en het hoeft ook geen rendement meer te kosten. Dat is een redenering die je heel vaak terug ziet komen in debatten. Wordt vaak genoemd. Wat herken jij hierin dan? Nou, dat inderdaad een bepaald gedeelte van bijvoorbeeld een oude garde zou inderdaad zeggen, ja, maar duurzaam beleggen, dat gaat ten koste van het rendement. Dat brengt niet genoeg op, dus we moeten kiezen. En daardoor kiezen we ook soms voor rendement en dan niet zo duurzaam investeren. Maar dat is gewoon niet meer zo. Misschien als je nu je hele kapitaal in één keer duurzaam, dat geeft verandering. Maar als je nu gewoon systematisch meer duurzaam gaat investeren, kost dat je echt geen rendement. Helemaal niet op die hele lange termijn, zoals voor de jonge deelnemers. Mag ik daar een vraag over stellen? Want heb je daar onderzoek naar gedaan? Er zijn echt genoeg onderzoeken naar gedaan. Er is recentelijk nog het grootste beleggingsfonds van de wereld, BlackRock, heeft uitgezocht voor een pensioenfonds uit New York. Om te kijken van nou, hoe kan ik uit die bedrijven dan duurzaam beleggen? En dan is inderdaad niet de bedoeling, ik stap morgen met mijn zoveel miljoen eruit. Maar als je een gedegen plan maakt in een kort aantal jaren, dan is dat echt mogelijk. En die stappenplannen die zijn er nog niet bij pensioenfondsen. En wij willen ze echt oproepen om die plannen te maken en binnen enkele jaren daaruit te stappen. Nou, we gaan zo even kijken hoe ver het ABP daarmee is. Maar ik wil eerst even laten zien dat die boodschap van jullie gehoord wordt. En er staan her en der allerlei andere activisten op. En wij hebben er hier ook eentje, een arts. Dagelijks probeer ik bij te dragen aan de gezondheid van mensen. Daarom is het ook zo tegenstrijdig dat mijn pensioenfonds diezelfde gezondheid bedreigt. De klimaatcrisis is in feite een gezondheidscrisis. Daarom roep ik mijn pensioenfonds op om te stoppen met beleggen in fossiele bedrijven. Zodat, terwijl ik hier in de spreekkamer werk aan gezondheid, dat mijn pensioengeld niet wordt gebruikt om diezelfde gezondheid te bedreigen. Wil jij ook dat jouw pensioenfonds met zorg belegt voor het klimaat? Teken dat petitie dan op groen-pensioen.nl. Ja, we hebben tegen hem gezegd, die oproep hoeft niet, maar hij wilde de perte in hebben. Dus deze arts heeft zich al ontwikkeld tot een echte activist. Mooi. Ja, hij krijgt bijval, uiteraard. Ja. Dit is natuurlijk mooi, maar kan een individu iets doen? Individu kan zeker iets doen, ja. Ik denk dat de meeste verandering begint bij één iemand die zegt, hey, ik ga iets anders doen. En vervolgens is het van belang om te kijken om je heen en je oproep te verstevigen. Door te kijken van, nou, wie ondersteunt dit nog meer? Dit is een voorbeeld, een mooi voorbeeld vandaag van een petitie die gelanceerd is. Waarmee wordt gekeken naar hoeveel zorgverleners ondersteunen dit. Want wat pensioenfondsbestuurders vaak zeggen in gesprekken is, goh, interessant dat jullie dit benoemen. We vinden dit ook belangrijk. Maar hoe representatief is dit natuurlijk voor mijn enorme pensioendeelnemersaantal? En dat is een terechte vraag. Maar we merken ook dat heel veel pensioendeelnemers die willen dat wel. Maar die vinden de ingang naar het pensioenfonds ook nog niet. En die weten ook niet zo goed hoe ze zich kunnen uitspreken daar naartoe. En daar kan echt verandering in komen, zeker. Ja. Sander? Ja. Ja. Waarom is het ABP niet nu al duurzamer aan het beleggen? Nou, kijk, het antwoord daarop is, ik vind dat wij heel duurzaam beleggen. Dat is één, daar kan je van mening over verschillen. Twee, we hebben ons in Nederland gecommitteerd aan het akkoord van Parijs en doelstelling van 1,5 graad. En de doelstelling van de ABP is om daar om bij te dragen. Ook met 1,5 graad heb je de komende jaren ook nog fossiele brandstoffen nodig. Wij hebben een beleid ingezet om uit bedrijven te gaan die nog in steenkolenmijnen zitten, tenminste voor thermische kool. We hebben een beleid gemaakt om uit bedrijven te gaan die zich bezighouden met, hoe heet dat ook alweer? Ja, oliewinning uit teerzanden. Ja, teerzanden, precies, dank. maar wij denken dat er voorlopig in deze wereld ook nog vraag is naar fossiele brandstoffen. Wij vinden het belangrijker dat wij ondernemingen aanspreken op de vraag
bent u nou ook gecommitteerd aan de doelstelling van Parijs? En wat doet u om dat te realiseren? Dus een groot samenwerkingsverband, meer dan 500 beleggers in Climate Action 100 plus, die de grootste vervuilers aanspreken op hun gedrag. Dus wij doen heel veel, maar de boodschap, wij stappen uit fossiel en daarmee zijn problemen opgelost, dat is niet onze opvatting. Ik kan er nog veel meer over zeggen, maar ik blijf praten. Dat ja, nee, heel goed. Maar dit is wat jij meer bent tegengekomen, Nikki. Ja, zeker. Zeker. Dat heel veel beren op de weg. Er zijn ontzettend veel beren op de weg. En ik begrijp dat het niet één rechte weg is zonder beren. Maar als we allemaal erkennen dat er een klimaatcrisis gaande is, die komt er niet aan. Die is al begonnen. Het sneeuwt nu in april. Hè? Dat soort dingen krijgen we alleen maar meer. Het gaat niet goed. Dan moet er toch echt meer gebeuren dan als het groenste pensioenfonds van Nederland relatief gezien 20% in duurzaamheid wil investeren. Dat is gewoon niet genoeg. En Sander, als je dan zo hoort dat steeds meer en meer individuen zich hiervoor inzetten, heb je daar raak je daardoor overtuigd van oh, nu gaat er echt wel iets veranderen? Of denk je van ach, die paar activisten die worden toch niet gehoord? Maar misschien denk ik wel iets anders dan jij suggereert. Kijk, ik vind het belangrijk dat mensen zich uitspreken. En dat vind ik ook. Ik neem het serieus, ABP neemt het serieus. Tegelijkertijd hebben wij een koers uitgezet. Die is niet heilig, maar er is wel veel tijd en aandacht over gegaan om die koers uit te kunnen voeren richting de klimaatdoelstellingen. En Ik ben alleen maar blij dat veel mensen zich daar betrokken bij voelen en zich uitspreken. En dat gaat natuurlijk niet langs ons heen, maar vooralsnog zeggen we dit is de koers die we daarop hebben. De onderschrijving van de klimaatdoelstellingen, daaraan werken. En daar hoort op dit moment in onze ogen niet helemaal het uitsluiten van de fossiele van bedrijven die zich bezighouden met winning en distributie van fossiele brandstof. Dat is zoals we er nu tegenaan kijken. Maar wij volgen de discussies en ook de ontwikkeling van de klimaatscenario's op de voet. Ik zeg niet dat die stelling voor de eeuwigheid is, maar op dit moment denken wij dat wij verstandig beleid hier hebben. Ja, want jullie beleid is... Oh, ja. Ja, ik hoor heel veel het woord wij vallen. En ik ben even nieuwsgierig in hoeverre er bijvoorbeeld bij het ABP mechanismen zijn om eens te onderzoeken wie zijn die wij. Is het inderdaad zo dat bijvoorbeeld de meerderheid van de deelnemers het klimaatbeleid van de ABP onderschrijft? En dat er inderdaad een kleinere groep van activisten zijn? Of weten we dat eigenlijk helemaal niet, omdat we daar niet naar vragen? Nou ja, kijk, wij vragen naar. Pensioenfondsen hebben een formele medezeggenschapsstructuur. Hè, met een verantwoordingsorgaan, een raad van toezicht, sociale partners. Nou, die consulteren wij allemaal, bespreken mee. Maar naast die formele is het natuurlijk ook een informeel traject. Wij doen veel onderzoek onder deelnemers naar de vraag: vindt u het belangrijk dat we verantwoord beleggen? Want als je met deelnemers praat, praat je ook nog wel eens met deelnemers, vooral vroeger. Die zeiden: het is allemaal onzin, het gaat alleen maar over het rendement. Nou, die stem is wel wat achter de rug, maar soms hoor je nog. Dus wij doen uitgebreid onderzoek onder deelnemers naar de vraag: vindt u het belangrijk dat we een beleid van verantwoord beleggen hebben? Wat heeft volgens jullie de speerpunten? Dan kun je het hebben over milieu, mensenrechten, al die dingen die je kan voorstellen. En vindt u dat het verstandig is? Vindt u dat voldoende doen? Nou, dat soort vragen. En daarin komt wel het beeld naar voren dat de meerderheid van de deelnemers A, het heel belangrijk vindt dat we verantwoord beleggen. En B, dat men de aanpak van het ABP over het algemeen steunt. Ja. Ook dat is een signaal. Maar ik zeg niet dat het laatste woord is. En Natasja, jij doet onder andere onderzoek naar andere pensioenstelsels in Europa. Hoe moeten we dit zien in vergelijking met andere landen eigenlijk? Doen ze het daar heel anders? Ja, in principe wel. Ja. We zien best wel wat...
diversiteit als het gaat om duurzaamheid en bijvoorbeeld pensioenbeleggingen. In sommige landen wordt er veel minder aan gedaan. In andere landen wordt er ook veel aan gedaan. Dat is in Nederland maar misschien een manier. En we hebben het natuurlijk nu gehad over wel of niet beleggen in fossiele brandstoffen. Maar zoals Xander ook zei, er zijn ook andere manieren waarop pensioenfondsen zich kunnen inzetten voor duurzaamheid. En een van de meest populaire vormen daarvan is bijvoorbeeld wat we dan engagement noemen. Dus dat pensioenfondsen in gesprek gaan met ondernemingen en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dergelijke. En dat zien we ook wel heel veel in andere landen ter wereld. Maar wat we dan weer niet zo vaak zien is dat bijvoorbeeld de pensioenfondsen gezamenlijk zich heel sterk inzetten als er bijvoorbeeld zo'n klimaatactie is bij een onderneming, om dan gezamenlijk dat ook te ondersteunen. Dus daar valt nog best wel veel winst te behalen. En waarom doen ze dat niet, denk je? Zijn ze daar nog niet klaar voor? Of zit daar een bepaald beleid achter? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat ook te maken heeft met waar we het net al over hadden. Dat er toch nog steeds het idee is dat klimaatacties ten koste gaan van rendement. We weten uit onderzoek al heel lang dat dat niet zo is. Maar je weet ook, zolang ideeën nog leven in zo'n sector, is het heel moeilijk om dat te vervangen. Dat gaat best wel langzaam eigenlijk. Ja, want dat. Nou, maar Xander zei net van nou dat. Of vergis ik me nou? Zei jij net ook van daar houden we niet meer helemaal aan vast? Of? Ja. Nee, kijk, ik heb daar niet zoveel over gezegd. Bij ons speelt het feit, we zijn een grote belegger als ABP, 500 miljard, dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dat beleggen we ook breed. Wij sluiten op voorhand niet veel sectoren uit. Tabak, kernwapens, dat zijn sectoren waar we per se niet willen beleggen. En verder proberen te beleggen in ondernemingen die het best presteren op het gebied van duurzaamheid. Relatief, we sluiten geen sectoren uit. Kijk, wij werken als ABP met heel veel andere pensioenfondsen samen. Ik noemde net een voorbeeld van de Climate 100 Plus, maar er zijn heel veel voorbeelden van gezamenlijke acties naar ondernemingen die of op het gebied van mensenrechten of het gebied van milieu, denk bijvoorbeeld aan doorbraken van dammen waarin afvalwater van mijnen is opgeslagen, Brazilië. Er zijn maar voorbeelden, zijn er heel veel waar pensioenfondsen en beleggers samenwerken om ondernemingen aan te spreken op hun gedrag. Is dat succesvol? De ene keer wel, de andere keer niet. Om er even de politieke dimensie bij te halen. De hoop is dat in de Verenigde Staten was er onder Trump weinig ruimte voor dat soort discussies. En wij hopen dat onder Biden ook meer beleggers bereid zijn om die gemeenschappelijke acties te voeren. Want één ding heb ik wel geleerd. In je eentje heb je niet zoveel stem. Dat is precies wat anderen hier aan tafel zeiden. Je moet je organiseren. En als je met meer mensen organiseert, heb je ook meer stem en wordt er beter mee geluisterd. Dat geldt voor deelnemers voor het ABP. Het geldt ook voor pensioenfondsen die verantwoord willen beleggen. Ja, ik zie jullie allebei knikken, maar jullie zijn het eens? We kunnen stoppen? Nee. Kijk, ik onderschrijf zeker de gedachte dat je begint met een gesprek. Natuurlijk. En dan is vooral de vraag, hoe lang blijf je in gesprek? Hoeveel jaren heb je nodig dat je denkt, dit bedrijf gaat nog veranderen? Dat is echt belangrijk, zeker wat betreft klimaatbeleggingen, dat daar nu gewoon een enorme urgentie op zit. Recentelijk zijn er twee Nederlandse fondsen ook uit een van de grootst vervuilende bedrijven ter wereld gestapt, ExxonMobil. Met de reden dat de gesprekken geen vruchten afwierpen. En dat is niet omdat zij maar twee keer een gesprek hadden. Ze hebben jarenlange inspanning gedaan. En op een gegeven moment moet je dan toch echt de keuze maken, denk ik, als pensioenfondsbestuur. Dit bedrijf gaat niet veranderen. Ik ga mijn kapitaal en ons pensioengeld dus in bedrijven beleggen die wel aan verandering toe werken. En welke pensioenfondsen zijn dat die eruit gestapt zijn? PMT en PME, dat is metaal, techniek en elektro.
Dus de kijkers die in die fondsen zitten, kunnen nu opgelucht ademhalen? Dat is, ja, op die keuze is dat, vind ik dat een hele mooie keuze geweest. Want zodra je zoiets ook aangeeft en het lef hebt om dat te doen, zend je een signaal naar zo'n bedrijf, naar ExxonMobil, van dit is niet akkoord wat jullie nu nog doen. Je zendt een signaal naar andere beleggers van wij zijn het hier niet mee eens. Verenig je met ons. Stap daaruit. En je zendt een signaal naar ons als pensioendeelnemers van wij nemen het serieus waar jullie geld in wordt belegd. En hoe lastig is het, Nikki, want we spreken nu met iemand die al 40 jaar bezig is met pensioenen. Dan krijg je allerlei informatie om de oren geslagen. Laat jij je dan met een kluitje in het riet sturen? Was niet van plan. Nee, ik denk dat jongeren echt meer betrokken moeten worden. En Xander had het ook over de governance structuur. Dus de formele structuren waarin verschillende mensen meepraten over dingen. Dus dan heb je het bestuur, raad van toezicht en een verantwoordingsorgaan. Daar wil ik wel even een notitie plaatsen dat een verantwoordingsorgaan alleen recht heeft om advies te geven. En dat mag het bestuur ook gewoon naast zich neerleggen. Vaak wordt een verantwoordingsorgaan uiteindelijk ook weer een beetje aangewezen door het bestuur. Heel veel mensen stemmen niet op hun eigen verantwoordingsorgaan, omdat heel veel mensen helemaal niet bezig zijn met hun pensioen en wat daar gebeurt. Dus uiteindelijk is het best wel een kleine club mensen. Ook in het bestuur zitten dan vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Veel vakbonden, terwijl vakbonden helemaal niet meer representatief zijn. Al helemaal niet voor jongeren. Er zitten heel weinig jongeren bij vakbonden. Dus uiteindelijk is het echt een hele kleine club die daarmee bezig is. En gepensioneerden hebben een eigen stoel gekregen in het bestuur. Ja, want die stoel wordt dus vertegenwoordigd door Xander. En twee anderen. Dus ze hebben in het APP... Drie bestuurders voor alle gepensioneerden. Ja, zeker. Ja, dus dat is even kijken. Ja, ze hebben vier werknemers, vijf werkgeversvertegenwoordigers en drie gepensioneerden en een onafhankelijke voorzitter. En jongeren hebben daar geen stoel, omdat in principe jongeren dan wel een werkgever of een werknemer kunnen zijn. Maar uiteindelijk bij zo'n groot fonds kom je als jongere niet als werkgever of werknemer vertegenwoordiger in een bestuur. En dan is jongeren in de pensioensector zelfs nog 40, waarvan ik zou zeggen, is heel wat anders dan je deelnemer van 21 die ook jong is. Dus ik denk dat daar heel veel ruimte is om meer mensen erover mee te laten praten en het hele stelsel democratischer te maken over wat er met het pensioengeld gebeurt. Want mensen kunnen ook niet weg bij een pensioenfonds. Het is anders dan bij een bank of een verzekeraar. Kun je zeggen, ik ben niet tevreden over deze bank, ik ga naar een andere bank. Bijvoorbeeld om duurzaamheidsredenen. Maar bij een pensioenfonds kan je niet weg. Ja, ik ben laatst overgestapt naar een andere bank. Ja. En de reden, ik had helemaal gehoopt dat ik iemand aan de lijn zou krijgen, dat ik eindelijk al mijn grieven kon. Maar ik mocht alleen wat invullen online. En inderdaad, de reden, niet duurzaam genoeg. Ja, nou, dat heb ik ook gedaan. En ik denk, veel jongeren hoor ik om me heen. Maar pensioenfondsen, daar kan je niet van overstappen. En dat is echt zo'n werkgeversding. Die is voor jou in gesprek, denk heel veel mensen. Dan is heel veel mensen zijn er helemaal niet mee bezig. En weten niet wat er eigenlijk allemaal met hun pensioengeld gebeurt. En de mensen die het wel weten, ja, die kunnen heel moeilijk daar iets aan veranderen. Helemaal jongeren, omdat je dus weinig mogelijkheden hebt. En je kan niet stemmen over waar ze in beleggen, bijvoorbeeld. En Jopie, wat vind jij? Zouden die jongeren inderdaad ook een plek moeten hebben in zo'n bestuur? Ja, ik zit even te kijken of het bestuur, dat zou best een variant zijn, maar volgens mij moet je veel fundamenteler kijken. Want ik zie hier mensen die heel enthousiast zijn op het gebied van fossiele industrie. Hè? Maar er zijn natuurlijk meer enthousiast, juist niet enthousiast, toch? Nou, dat belangrijk is, dat er meer aandacht voor is in de pensioenen. Ja. Dus dat is denk ik, dat is een belangrijke beweging. Als ik kijk naar, ik noem maar even naar onze rol als hogeschool, begint het. Nou, een van onze ambities is om te werken aan de duurzaamheidsopdracht. Dus ik vind het heel belangrijk dat we jongeren bekendmaken in, jullie zijn goed geïnformeerd, maar het begint in dat er, dus ja, jongeren erbij, maar dan heb je niet meteen de duurzaamheidsopdracht. Dus volgens mij begint het dat mensen zich bewust zijn van in welk land we leven, welke duurzaamheidsopgaven die we hebben. In hun opleiding, wat dat betreft bij de HVA, in ieder geval dat in alle opleidingen terug laten komen. En ik denk dan steeds als ik jou hoor praten, ja, maar ook dat bestuur handelt op basis van beleggingsvoorstellen die komen uit die organisatie. Dus ik geloof ook wel uit de invloed van binnenuit. Nou, maar bedoel je daarmee dat ook al zet je daar een jongere neer, dan gaat dat beleid toch niet voor? Wat bedoel je? Weet je niet, want je weet niet wat voor jongeren je daar niet. Een jongere betekent niet gelijk dat iemand die Dus jongeren. Het kan een hele conservatieve jongere zijn. Ik weet niet of dat conservatief is, met een andere opvatting dan Nikki, zal ik maar even zeggen. Dus ik denk dan zelf,
Als je zo'n beweging tot stand brengt, begint het met de petitie, maar gaat het ook over dat jongeren zich bewust zijn voor de duurzaamheidsopgaven die we liggen. Ja. Dat we mensen die, nou, bij ons zeg maar de economische opleiding, die misschien wel bij een pensioenfonds gaan werken, ook een beeld hebben over duurzaamheid als zij de beleggingsportefeuille zouden gaan doen. We hebben lectoren die onderzoek doen naar de alternatieven die er zijn. Hè? Dus je kunt zeggen, er zijn alternatieven om te beleggen. Maar het is ook heel interessant om te kijken, kunnen we die industrie duurzamer maken? En zijn dat dan weer industrieën waar het pensioenfonds in kan zitten? Dus ik vind zelf dat je, ik denk dat er meerdere wegen naar het resultaat leiden dan alleen een bestuurlijke invloed. Dat is een manier van invloed. Maar alleen jongeren zeggen, is niet gelijk aan duurzaam. Er zijn wel meer jongeren die zijn duurzaamheid belangrijk vinden. Ja, juist omdat het over die lange termijn gaat. En jongeren moeten daar meer over nadenken. Omdat wij willen straks niet op een terp met een luchtfles op mijn rug wonen. Omdat het hele land overstroomd is. En dan heb ik misschien wel wat pensioen opgebouwd met leuk rendement. Als het niet alleen maar in olies blijft zitten. Want dan heb je geen rendement meer over 80 jaar. Maar als ik dan eindelijk met pensioen mag, dan wil je wel nog een wereld waarin je een beetje lekker met pensioen kan. En jongeren moeten daar gewoon meer over nadenken, omdat wij die langere horizon hebben. En dat past juist heel goed bij pensioenen. En ik denk zeker dat er heel veel wegen zijn om te verduurzamen. En ik moedig ook alles aan. Ik studeer zelf ook iets met duurzaamheid. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Je echt informeren en heel veel jongeren meekrijgen. En jongeren staan niet gelijk aan duurzaamheid. Maar we hebben er wel een sterkere band mee, denk ik. Omdat we zo lang nog met deze aarde moeten doen. Ja, maar volgens mij is het ook heel interessant, omdat als je Sander goed luistert, is het dus misschien ook, als je even democratisering en pensioen, zou je ook na kunnen denken, zijn er andere manieren om invloed uit te oefenen op pensioenbeleggingen. Dus zeker. Met het ABP, een van mijn collega's zei, joh, zouden we het pensioenfonds niet uit kunnen nodigen om een dialoog met onze lectoren te voeren? Dus de informatie van de beleggingscommissie versterken. Misschien gebeurt dat al, hoor. Dat zou ik aan Sander moeten vragen. Dat zou mooi zijn, want we hebben nog een activist die zich heeft gemeld voor voor dit gesprek. En die is van de Hogeschool van Amsterdam. Ik ben Lisette Klok. Ik ben werkzaam op de Hogeschool van Amsterdam. En ik vind het onacceptabel en tegenstrijdig dat mijn ABP pensioengeld geïnvesteerd wordt in olie, gas en kolen. Op de hogeschool geef ik les en doe ik onderzoek naar klimaatverandering, hoe we klimaatverandering kunnen voorkomen, of verdere opwarming kunnen voorkomen, en hoe we ons stedelijk gebied aan kunnen passen aan hitte, droogte en wateroverlast, de gevolgen van de huidige klimaatverandering. En terwijl ik daarover lesgeef, gaat mijn pensioengeld bij het ABP naar olie, gas en kolen die zorgen voor verdere klimaatontwrichting. Ik vind dat onacceptabel. Ja, Jopie. Ik denk dat zij zo'n debat wel zou willen op de HVA. Ja, met goed, fonds. Toch? Lijkt me dus heel goed. Dat die dialoog. Het gaat natuurlijk ook om die dialoog tot stand te brengen. Wat ik mooi vind aan ons gesprek, dat we zeggen, het is vergt een lange adem, dat blijkt wel. En het vergt een stapsgewijze aanpak. We hadden het net even over de investeren in de wapenhandel. Dat speelde een aantal jaren geleden, of kernenergie. Of kernwapens. Nou, dat heeft ook even geduurd voordat de pensioenfondsen die stap durven maken. Dus ja, en sterker nog, dat moest onthuld worden door journalisten. En toen pas werd men wakker. Dus het was niet dat de fondsen zelf zeiden, wij hebben echt een nieuwe richting gevonden. Dus kennelijk moet er de hele tijd van buitenaf geprikt worden. Nu dan weer door individuen en organisaties. Ja, ik denk dat pensioenfonds in zich iets. Dus denk dat met het aard van pensioen, en jij zegt het ook wel mooi, Nick, heeft iets heel logs in zich. Hè? Want het gaat over zekerheden op lange termijn. Worden ze ook continu door minister van Financiën op bevraagd. Hè? Van niet zozeer heb je nu genoeg geld in kas, maar kan je aan al die deelnemers over 30, 40 jaar nog geld doen. Dat geeft ook een bepaald soort cultuur. En dat vergt in dat soort organisaties dat je met elkaar moet kijken, hoe ga je die dialoog tot stand brengen. En ook dan zal het een duurzame stapsgewijze verandering moeten worden, omdat die pensioenzekerheid ook een belangrijk thema is. Dus ik vind het juist heel mooi om dat gesprek te voeren. En je kunt zeggen, we hebben pensioenstelsels die vastzitten, maar dat geeft ook een soort zekerheid. Want niet iedereen. Ik vind ook belangrijk dat een pensioenstelsel er ook is voor mensen die er niet over willen nadenken, maar wel de zekerheid willen hebben dat ze straks meer hebben dan een AOW. En dan is het wel goed om te kijken, hoe vindt die beïnvloeding plaats? En deels gaat dat via de werkgevers en de werknemers. Maar het is denk ik wel goed om dat een ABP pensioendialogen zou starten met
groepen van deelnemers, zoals banken dat inmiddels, ik weet de Triodos doet dat bijvoorbeeld, zijn banken die dat ook doen over waar zullen wij in investeren. En dan zou het maar in kleine stukjes beginnen. Hè? Dus je kunt ook een stapsgewijze verhandelingsstrategie tot stand brengen. Natasja, jij bestudeert onder andere het bestuur van pensioenfondsen. De governance, zoals dat zo mooi in het Engels heet. En is inderdaad die logheid die Jopie benadrukt. Van ja, het is nou eenmaal, ze zijn groot en log. Dat gaat langzaam stapsgewijs. Jij moedigt dat aan stapsgewijs. Ik denk van nee, hup. Of kan dat gewoon niet? Nou, ik herken me eigenlijk wel wat Jopie net zei. Want uiteindelijk heeft een pensioenfonds natuurlijk, is er uiteindelijk om voor ons pensioen te realiseren. En, dus we willen ook eigenlijk dat die organisaties in zekere zin conservatief zijn. Hè? Want je wil niet dat je pensioenfonds met jouw spaargeld aan de haal gaat. Dus er zit inderdaad gewoon ook zo'n toch een inherente spanning dat zo'n pensioenfonds als taak heeft om voor ons zoveel mogelijk zeker te stellen dat wij als deelnemers later of momenteel pensioen ontvangen. Dat is een lastig spanningsveld. En dat valt, ik weet niet in hoeverre dat makkelijk op te lossen valt. Want dat blijf je eigenlijk altijd houden, ongeacht of je nou in olie en gas zit of niet. En ik denk ook, daar hebben we het nog niet over gehad, maar met de regelgeving heeft er natuurlijk ook mee te maken. Want pensioenfondsen hebben ook vanuit de kant van de wetgever en de toezichthouder natuurlijk ook bepaalde verplichtingen om hun beleggingen op een zekere manier uit te voeren. En we weten niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. En we hoorden net al wat over de Verenigde Staten. Dat enorm belangrijk is. De Verenigde Staten is een land waar de wetgever juist heel erg dat duurzaam beleggen heeft ontmoedigd de laatste jaren onder Trump. Dat gaat wellicht veranderen. Maar dat heeft een enorme impact gehad op hoe pensioenfondsen daar ook in het duurzaamheidsdebat staan. Ja, maar ik ga toch op zoek naar een lichtpuntje. Xander, want jij, zoals gezegd, werk jij al heel lang in die sector. Zie je wel nu meer kansen voor deze optimisten die ik hier aan tafel heb? Of zeg jij van, forget it? Nou, kijk, wij hebben een gemeenschappelijkheid. En dat zo ervaar ik dat. Hè. We hebben een klimaatprobleem. En er is wereldwijd een aanpak en in ieder geval ABP ondersteunt die. En de ene zegt het moet sneller dan de andere zegt. Maar het moet wel gebeuren. Want de problemen die onze toekomst bedreigen zijn levensgroot. En het pensioenfonds is nou eenmaal een lange termijn organisatie. Dat zijn Tasje ook. Wij hebben ook verplichtingen over 60 jaar. En als er geen duurzame wereld is, dan kunnen wij over 60 jaar die pensioen niet betalen. Zo simpel is het. Dat zien we ook, hè. Dat is de ene kant. De andere is, ja, vroeger, lang geleden, voor de financiële crisis, was pensioen saai en een onderwerp waar je niet naartoe ging. En vandaag de dag is dat echt veranderd. En dat is goed. Daar ben ik hartstikke blij om. Ja, het is niet altijd makkelijk, omdat de ene vindt dat we die kant op moeten en de ander spreekt zich niet uit. En dan moet je als pensioenfondsbestuur inderdaad ook gericht op die lange termijn. En het is, ABP is natuurlijk echt wel een mammoetanker. Moet je daar toch een wijze koers in houden. We zijn begrepen, ook veel opener gaan worden. Ja, sorry, ik heb ook begrepen dat in die mammoetanker ben jij dan één. Word jij vaak naar voren geschoven omdat jij bereid bent om het gesprek aan te gaan? Is dat zo erg daar? Nee, zeg maar dat. Kijk, ik vind het heel leuk, het gesprek aangaat. Maar ik weet, Corine Wortman, onze voorzitter, heeft zich de afgelopen jaar toch heel erg gemanifesteerd om het gesprek aan te gaan als voorzitter van de beleggingscommissie. Dus ik ga graag het gesprek aan. Maar ik ben zeker niet de enige. En okay. ABP probeert een open organisatie te zijn en te luisteren. Dat betekent niet dat we tegen alles ja zeggen. Want we hebben ook onze. Ik had net over wij en van wie is wij. Maar wij komen natuurlijk toch, hoor je weer het wij, niet zomaar tot een besluit. Maar het is niet voor de eeuwigheid. Als je ziet hoezeer die sector veranderd is de afgelopen 15 jaar. 20 jaar, dat is echt dramatisch en dat is ook heel goed. Oké, ja, Nikki, jij zat na ja te knikken toen de voorzitter werd genoemd, Corine Wortman. Ja, die was in Maastricht aanwezig. Die was in Maastricht bij dat debat. Ja. Dus jij erkent dat er meerdere mensen zijn die open, in ieder geval openstaan klopt. Voor een gesprek. Maar ja, hoe vooruitstrevend was het gesprek?
Nou, persoonlijk vond ik dat de argumenten die werden gegeven waarom ze nog steeds veel in fossiel investeren en waarom de ambities nog niet in lijn zijn met die 1,5 graad van Parijs. Daar was ze veel. Het antwoord bijvoorbeeld ja, rendement. Terwijl dat is gewoon een non-argument. Ja, we moeten dat misschien, want dat is ook al een aantal keer gevallen, maar even extra benadrukken dat het idee daarachter is. Er is een pot met geld. 1700 miljard. Dat geld wordt belegd, want er moeten pensioenen uitbetaald worden. Ja, ieder jaar opnieuw, zeker. Iedere dag opnieuw. En daarom moet dat geld zo'n beetje gelijk blijven. Of in ieder geval niet veel minder worden. Nee, het moet meegroeien. En ja. Vandaar dat er rendement. Voordat mensen, kijkers denken van ja, anders ga je toch gewoon lekker groen beleggen en maakt allemaal niet uit. Nee, er moet wel geld. Ja, precies. Er moet wel geld blijven komen. Hè? Dus zeker. Dat is een argument dat wordt gebruikt. Ja, en dat lijkt een goed argument. Ja, en dat kan dus ook met groen beleggen. Dat is dus wat we willen benadrukken, wat uit onderzoeken dus ook van hele grote financiële instituties komt. En daarbovenop zit er ook nog een financieel argument die echt best wel belangrijk is. En het is al inmiddels voor mij alweer een oud argument, maar is nog echt nog belangrijk om te benoemen. Dat als we het klimaatakkoord van Parijs echt serieus nemen, dan stoppen we met de uitbreidingen van fossiele bedrijven. En dan gaan we stoppen langzaam met beleggen daarvan. En dat betekent dat de bedrijven die daar dus nu nog mee bezig zijn, dat die minder waard worden. En dat de aandelen die daarin zitten gaan verlagen. En die aandelen zijn ons pensioengeld. Dus naast het morele argument om terug te gaan met je beleggingen van fossiele bedrijven, is er ook echt een belangrijk financieel argument. En zeker voor onze generatie. Ja, op de lange termijn heb je dat soort dingen nodig. En ik denk dat het ook te maken heeft met die zekerheid. Dat is nu al een paar keer genoemd. Natasja noemde het ook. In het stelsel nu is er een soort van een zekerheid gegeven. Een soort van valse zekerheid. Dat je een bepaalde uitkering gaat krijgen als je met pensioen gaat. En daar gaan we mee stoppen. Omdat dat heel moeilijk is om waar te maken. Jij zegt nu ook we. Ja, we als ja, Nederland. Ik, ja, heel ja. Nederland gaat daar vanaf. In ieder geval in 2026 moet iedereen daar vanaf zijn. En gaan we naar dat je in ieder geval je contributie die je betaalt, dat vaststaat. Hoeveel je precies aan pensioen gaat krijgen. Dus als ik nu zou werken, hoeveel ik inleg, dat staat vast. En daar blijven we over in gesprek. Maar hoeveel ik er uiteindelijk uit krijg, dat weten we dan niet helemaal zeker. Mijn pensioenfonds zal daar een inschatting van maken. Maar het is niet helemaal zeker, omdat het heel moeilijk is om nu te zeggen hoe iets dat is dat gebleken. En daarom worden er dus in de toekomst minder beloftes gedaan. Zo simpel kan je het eigenlijk zeggen. En het wordt individualistischer, want iedereen gaat in zijn eigen potje sparen. Maar we krijgen daar nog steeds niks over te zeggen, of wel? Nee, we krijgen niet. Je mag niet zelf je aandelen uitzoeken en zeggen die lijkt me leuk, die wat minder. Dat zo. Nou ja, leuk is dan misschien niet. Nee, het niet argument. Helemaal. Voor sommige mensen zal het misschien leuk zijn om als ze dat zouden mogen doen. Maar inderdaad, je mag niet helemaal je eigen mandje samenstellen. Maar het is wel duidelijker wat jouw aandeel is in die hele grote pot. Maar je houdt wel de voordelen van de collectiviteit. Dus dat je met z'n allen dat lang leven risico, dat je per ongeluk misschien wel heel lang leeft. Dat is zo'n term die heb ik geleerd in deze serie, maar het lang leven risico. Dat klinkt dramatisch, maar dat is dus misschien leuk, hopelijk. Als het goed gaat, is dat heel leuk om heel oud te worden. Maar de zekerheid dat je dan dus wel pensioen blijft krijgen en dat het niet gewoon stopt als je 80 bent. Dat is het lang leven risico wat gedekt wordt bijvoorbeeld door zo'n collectiviteit. Dus je krijgt een eigen potje, dus het is duidelijk wat van jou is. Maar je blijft wel die voordelen houden van de collectiviteit. Dus die hele grote bedragen waarmee ze kunnen investeren blijven er wel. Dus die zouden ze duurzaam moeten investeren of duurzamer. Wat mij betreft. Ja, laten we het hopen. Maar het is inderdaad ook jammer dat het inspraak nog niet zo'n wat meer centralere rol heeft gekregen. Er zijn iets een beetje wat openingen in het nieuwe stelsel. Maar het is natuurlijk eigenlijk heel vreemd dat wij niet iets meer kunnen zeggen over waar je pensioengeld in wordt belegd. En ik moedig heel erg aan het dialoog met de fondsen. En ABP doet dat al. De andere fondsen zijn dat ook meer aan het doen. Letterlijke dialoog met de werknemers. Ja, maar ook inderdaad actief. Dus niet alleen op een uitnodiging wachten of één enquête per jaar sturen. Maar echt wat actiever in gesprek. En ook
dat is een aanmoediging naar pensioenfondsen, maar ook naar pensioendeelnemers. Van ga ook actief in gesprek met jouw pensioenfonds. Klop op de deur, kijk op de website. Het is nog best wel wat zoeken, dat geef ik eerlijk toe. En daar proberen we met GroenPensioen ook echt mee te helpen. Maar waar zitten de ingangen precies bij een pensioenfonds? En waar belegt mijn fonds nou in? Dat komt ook omdat de fondsen nog niet zo heel transparant zijn op waar ze in beleggen. Sommige fondsen die geven niet vrij een lijst van bedrijven waar ons pensioengeld in zit. Sommige fondsen wel. Maar ik moedig echt aan dat fondsen dat wel doen. Want dat wekt gewoon meer vertrouwen op bij pensioendeelnemers. En met die informatie kan je ook een constructiever gesprek aan met een pensioenfonds en een pensioendeelnemer over wat wij nou vinden van die belegging. Ja, en geldt dat dan alleen voor werknemers of zouden werkgevers daar ook aan moeten meedoen? Ja, ik vind van wel dat werkgevers ook dat gesprek moeten voeren. En ik zie daar wel verschil in sectoren. Hè. Mijn vorige sector in de zorg was dat gebruikelijker om ook als sector het gesprek met pensioenfonds. Maar ik denk dat, Sander zei dat wel, dat was een compacter, was een heel veel duidelijker fonds. Want het ging allemaal over zorgmedewerkers, minstens 80-90%. Dus de doelgroep, zeg maar, en het fonds zat dichter tegen elkaar. En bij het ABP heb je natuurlijk de hele breedte van de breedte van alles wat ambtenaren is en onderwijs. Dus dat maakt het al ingewikkelder. Wat Sander ook net noemde, de breedte van de doelgroep maakt zo'n discussie wat platter. Maar onze invloed is niet direct als werkgever. Maar loopt dan via de. Ik heb het even nagevraagd, hè, want ik heb net bestuurder geworden van de HVA. Bij de Vereniging Hogescholen. En die zeggen: nee, wij bemoeien ons ook niet met het beleid van de pensioenfonds. Dat loopt via de pensioencommissie, inderdaad. In de delegatie die er zit. Dat is heel indirect. Maar als ik zie in mijn rol. Betaal ik net zo braaf als iedere werkgever gewoon een deel van het pensioen van de medewerkers. Daar heb ik ook helemaal niks over te zeggen. Maar ik zie ons als hogeschool belangrijk om juist die andere kant te doen. Onze studenten informeren. Zorgen dat we lectoren hebben die mee. Nou, je hebt net een van de medewerkers gezien die mee de inhoud leidend gaat te zijn. En het debat voeren. Hè, en dus nou, misschien wel Nederlands onderzoek doen. En vervolgens meedoen in maatschappelijke discussies die daarover gaan. Want daarmee komt beweging tot stand. Dus bestuurlijke invloed is een invloed. Transparantie vind ik ook heel belangrijk. Wat jij zegt, Laurie. Transparantie helpt ook altijd. Er zijn ook allerlei evaluaties. Ik weet dat die verschillend beoordeeld worden van Greenpeace en dat soort organisaties die pensioenfondsen naast elkaar zetten. Hè, op beoordeling op, je kunt zeggen, in investeren. Maar er zijn ook fossiele industrieën die bezig zijn met waterstof bijvoorbeeld. Hè. Dus je kunt ook nog wel zeggen, nou, je kunt ook bedrijven proberen om een transitie door te laten maken. Nou, dat debat voeren als pensioenfonds, zoals Sander zegt, misschien wel met samen met pensioenfonds, is ook belangrijk. Dus je hebt meerdere manieren waarop je invloed uit kan. Maar voel jij zelf, want jij noemt net even van mijn salaris, er wordt ook een deel van afgehaald, hè, voor het pensioen, toch? Nou ja, mijn salaris ook, maar dat vind ik minder belangrijk. Ik ben even benieuwd of jij als individu ook die verontwaardiging voelt. Of denk jij van, nou, het zal mijn tijd wel duren? Nou, ik heb, als ik dan zeg, mijn persoonlijke verontwaardiging zit meer in kinderarbeid en wapenindustrie. Omdat ik zie bij die fossiele industrie, vind ik een onderdeel van een bredere discussie. Ik vind wel dat duurzaamheid en klimaat, maar ik zie wel daar heel veel verschillende elementen. En ik vind fossiele industrie is maar een deel van de hele duurzaamheidsdiscussie, als ik eerlijk moet zijn. Ja, ik denk dat wij dat ook wel denken. Als in, wat mij betreft, worden de investeringen duurzamer, maar ook eerlijker. Dus gaan we ook niet investeren. En dan zeg ik inderdaad we, maar dat bedoel ik helemaal niet, want ik heb nog geen pensioen. Of ik bouw het nog niet op, maar hoop ik dat de sector ook uit aandelen gaat die kinderarbeid of gewoon alles wat met de SDGs, dus de Sustainable Development Goals, te maken heeft. Ter bevordering daarvan, daar moet je investeren. Dat moet je leidraad zijn. Of een andere soort gelijke goals. Maar dus allerlei mensenrechten issues komen daar ook bij. En ik denk dat werkgevers daar echt wel een grote rol in hebben. Want bijvoorbeeld in het ABP-bestuur hebben die meer vertegenwoordiging dan werknemers. Ik heb het even opgezocht. De HVA heeft inderdaad een pijler duurzaamheid. Van de drie pijlers is duurzaamheid er één. En daar wordt ook heel expliciet genoemd het HR-instrumentarium, dat jullie daarin willen verduurzamen. Nou, daar valt heel letterlijk het pensioen onder. Ja, alleen dat is wel een. Kijk, de HR is ook de duurzaamheid. De sustainable goals zijn natuurlijk heel breed. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat wij meteen de activist op het pensioendossier worden. Het is wel zeker dat wij niet vinden dat dat debat plaats moet vinden. Dat je informatie moet verrijken. Dat je het gesprek moet voeren waar je ook aan tafel zit. Dat is ook de reden waarom ik hier zit.
Maar tegelijkertijd wil ik, voor mij is die pensioenzekerheid, en natuurlijk zullen er onderzoeken naar beleggen, het is ook die tanker langzaam proberen de goede kant op te krijgen. Ik denk dat dat is ook, omdat ik zeker weet dat die pensioenzekerheid is voor mensen echt heel erg belangrijk. En er zijn mensen die mee willen praten en die moeten ook daar meer ruimte voor krijgen. En tegelijkertijd hoop ik ook dat we een stelsel houden waar niet iedereen erover hoeft na te denken dat voor een aantal mensen het ook goed geregeld is in Nederland. Zeker, maar de werkgevers hebben daar wel een verantwoordelijkheid in om wel die persoon te zijn die meedenken en dus zich misschien ook uitspreken dat als er, zoals toen door de journalisten werd gevonden dat bij die Sembla-uitzending dat er clusterbommen, dat daarin werd geïnvesteerd door verschillende pensioenfondsen, dat als je zoiets opmerkt, dat mag je daar toch best als werkgever over uitspreken van dit vinden wij niet oké dat het met ons pensioengeld gebeurt. Want wie is er anders verantwoordelijk om dat pensioenfonds aan te spreken? Nou, in de formele zin is het natuurlijk degene die daar formeel verantwoordelijk is. Je kan als mens wat vinden, je kan als organisatie wat vinden. Maar de werkgever als losse identiteit is niet iets. Je kunt wel iets vinden dat iets kan en niet kan. Maar om nu meteen hier, ik ga hier niet zetten als nieuwe voorzitter van de HVA, wij zijn tegen de investeren in fossiele energie. Wat jammer! Want we hebben nog een paar minuten. Je zou het kunnen zeggen. Nee, maar dat doe ik niet. Nou dan ga ik even naar Natasja. Natasja, 12 jaar bestudeer je dit geheel, zeg ik even zo. Zie jij momentum? Dat is nu het woord, hè? Ja, ik zie zeker momenten. En ik moet zeggen, ik vind zelf ook het activisme hieromheen heel inspirerend. En ik heb zelf ook wat meer historisch onderzoek gedaan naar pensioenbeleggingen. En daar zie je bijvoorbeeld dat inderdaad zo'n Zembla-uitzending dat ook een bepaald activisme met zich meebrengt. Nog langer geleden, de apartheid in Zuid-Afrika was ook zo'n moment, hè, dat we een dergelijke discussie hadden of pensioenfondsen daar niet uit moesten gaan met hun beleggingen. Dus ik juich het eigenlijk alleen maar toe dat mensen zoals Nikki en Nauri zich op deze manier hiermee inzetten. Want ik denk dat naast... Maar Jopie is bijna om, hoor. Want je noemt Jopie niet, maar zij is ook bijna om. Oké. En sorry. Xander ook, want ik hoor hem nu lachen. We zeggen ook even dat Xander ook bijna om is. Al was het alleen maar omdat het uur bijna om is. Maar dan toch even, want het lijkt nu dat we eindigen op een positieve noot. Maar Laurie, jij vertelde mij van tevoren dat je onlangs een schokkend rapport zag. Want stel, men wil, ik zeg even men, niet wij of wij. We willen duurzaam investeren. Dan moeten natuurlijk mensen zijn die daar kijk op hebben. Die daar verstand van hebben. Maar wat las jij in dat rapport? Ja, het was een rapport van eind 2020 waarin werd beschreven dat de helft van de pensioenfondsbestuurders geen of hele beperkte kennis heeft op verantwoord beleggen. Dat is nou jammer. Daar schrok ik en dat bedoel heel ik erg van. In die informatie. Dus volgens mij, ze moeten allemaal hele... Ik heb ook even zitten zoeken, ze moeten allemaal ingewikkelde beleggingsopleidingen doen. Hè, gecertificeerd door de Nederlandse Bank. Het is ook geen simpel vak, hè, zeg ik even. Nee, dat begrijp ik, maar ik zou dan zeggen, laat hun alsjeblieft dan ook... Daarom zei ik, laat ze maar naar de HVA komen. Laat ze maar goed geïnformeerd... Als u er dan een opleiding voor faciliteert. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, want volgens mij gaat het ook over de informatieverrijking. Dat je dus... Ja. Met elkaar de kennis vermeerderd om van daaruit de goede keuzes te maken. Want niet iedereen heeft zoveel ervaring als Sander, ben ik bang. Nee, en ik denk dus juist ook jongere bestuurders, daarvan is de kans groter dat ze hier wel wat van weten. En het is ook een mooie manier om daar bijvoorbeeld de jongere bestuurders op aan te nemen. Dat je zegt, we zoeken naar een jongere bestuurder die ook hier iets van weet. Want wij hebben daar blijkbaar niet genoeg kennis over. Omdat nou, in dit geval lijkt me, jong of oud maakt niet uit. Nee, maar het moet iemand zijn met verstand van zaken. Dat lijkt me een hele goede om mee te beginnen. Maar het zou een hele mooie combinatie zijn om daar ook bijvoorbeeld een jongere op aan te nemen. Ja. En de kunst ook personeel. Want dat bestuur dat legitimeert keuzes die voorbereid zijn door de hele veel. Ze hebben heel veel medewerkers, de beleggingsspecialisten, hè, die bereiden het voor. Dus volgens mij is dat even zo'n belangrijke doelgroep om daarin te investeren. Zou ik jullie adviseren om je daar Nou, tot slot, sorry, want ik wil even aan Xander. Hebben jullie mensen die er wel verstand van hebben, of genoeg verstand van hebben, van het duurzame beleggen, dat geen obstakel is? Ja, zeker. Los van het feit dat ik mezelf ook wel enige deskundigheid toeschrijf. Ik heb ook opleidingen aan de Erasmus in deze geval. Oh, gelukkig. Het is natuurlijk ook in het bestuursbureau, maar vooral ook bij APG, hè, onze belegger. Er is ook een groot team. Dirk team, die zich... er zitten inmiddels ook wel 20 mensen die helemaal gespecialiseerd zijn in verantwoord beleggen. Ja, die 20 weet ik niet zeker, kunnen er ook meer zijn.
minder, maar ik denk meer. Dus ontzettend veel kennis. Wereldwijd, want we doen dat niet alleen in Nederland. En ik denk dat het kennis niet het probleem is. Het gaat veel meer over de vraag die we net eigenlijk aan de orde hadden. Hoe weeg je nou die verschillende belangen? Kan je als bestuurder voldoende mate verantwoorden over wat je doet? Ja, een keuze die maakt. Dat hebben we dit uur een beetje geprobeerd. Heel erg bedankt voor jullie medewerking. Voor jullie aanwezigheid hier. Fijn om weer eens live mensen te zien. Dit was de laatste aflevering van ons Pensioen Drieluik. De andere twee delen zijn uiteraard online terug te kijken. Dank aan het culturele platform van de Hogeschool van Amsterdam. Floor, en dank aan jullie, de kijkers. Dag.